Wist je dat Mega Food Stunter tot wel 75% goedkoper is dan de goedkoopste supermarkten? Bespaar op uw boodschappen en bestel diepvriesproducten zoals brood, groente en fruit, vlees, vis, snacks, pizza en nog veel meer met hoge kortingen. Al onze producten zijn van topkwaliteit en worden 6 dagen per week gratis thuisbezorgd. Onze heerlijke producten bestelt u eenvoudig en snel via onze website. Met Mega Food Stunter profiteert u dus altijd van de laagste prijs, hoogste kwaliteit en altijd gratis bezorging. Mega Food Stunter. Welkom bij de allergoedkoopste. Scheidsrechter Van Eeren heeft het beginsignaal gegeven van dit belangrijke duel tussen SSC Putten en Zuidvogel. Beide 9 punten. En Roda heeft nog 1 puntje meer, die staan op 10. Dus winst is voor beide teams in ieder geval heel belangrijk. Nu voor Kasmi, bal door. Giovanni Hiwat komt hier met een goede voorzet op Jesse Schuin. Nou, het moet even kappen en draaien. Dan komt de voorzet, kan Schuin erbij. Nee, die bal is te hard. Gaat over iedereen. En even Putten, maar dan is het Zuidvogels die eruit komt. En dan gaat, oh, Wieringa de fout en er komt dan de 1-0. Daar komt niet de 1-0 voor de Zuidvogels. Giovanni Hiwat door het midden ter Burg van de Kooten heeft heel veel ruimte. Jesse Schuin, dan van Arken, schot. Dat wordt geblokt in ieder geval door op Imar Kort. Ja, die wordt aangepakt door 2 man, notabene, van de Koot en Wieringa. Dan naar de linkerkant van het veld, als er die bal komt van Eijnsbergen. Komt goed aan bij Quincy van Waveren. Nou krijgt Bouwman niet helemaal de bal weg, komt er een schot. En, nou, die gaat dan voor het doel lang. Kort. Komt met de voorzet. En dan, ja, de kopbal. Die gaat net over de hoek. En dan zal hij proberen die bal rustig in te krullen. En moet je oppassen voor de inlopende mensen. Dat doet Kort nu ook al. Komt de bal niet wel bij de tweede paal. Alleen de kopbal van aan de linkerkant wordt Koot gevonden. Koot kan de bal doorgeven. 1-2. Koot, kun je schieten? Nee, dat redt hij niet. Nu komt er voorzet. Nee, dat wordt geblokt. Dan is het Ter Burg in balbezit. Ter Burg, Jesse Schuin. Schuin met Giovanni Hiwat met de bal in zijn voeten. Hiwat goed gezien naar de linkerkant. Waar Van de Koot wel wat ruimte heeft. Van de Koot nu met een voorzet komt. Ja, het is een makkelijke pro voor de doelman. Nou, nu is Zuidvogels. Van Kommer. Schotje, niet meer dan een schotje. Nu probeert SSC hoge druk te zetten. Bal weer terug naar Versteeg. Doorjagen van Kasmi. Levert SSC nu wel balbezit op bij Wieringa. Oppassen. Bal naar voren. Kan Jesse Schuin erop mee? Ligt duwtje in de rug, maar Schuin die kan de bal bij hem houden. Schuin nog steeds. Achterlijn op zoek. Ze mag gewoon de hoekschop gaan nemen. Komt de bal voorbij de tweede paal. Oh, Schuin nu weer met de kopbal en een goede redding van de doelman. Bal nu goed door. Nee, niet goed genoeg, want Hiwat kan niet bij de bal komen. Kasmi, ja, levert dan in bij Schimmel. Nu de bal lang gespeeld naar de rechterkant, naar Imar Kort. Kan de bal binnenhouden. Kop de voorzet en de kopbal maar recht in de handen van de doelman. Trap genomen, krijgt hem weer terug. Koelewijn kan schieten. Daar, het schot wordt even geblokt. Bal nog niet weg, Imar Kort. Zoekt de achterlijn op, bal bij de tweede paal, kopbal, ja, een beetje onmogelijk. Bal bezit Quincy van Waveren. Van Waveren even met de bal op Brian Schimmel. Schimmel de bal voor, maar die wordt eruit gehaald door Wieringa. Maar die verliest dan de bal en kan Zuidvogels weer overnemen. Koelewijn nu door het midden naar Van Kommer. Van Kommer, de bal. Imar Kort. Het veld, Zuidvogels even met 10 man. Komt de bal bij de tweede paal. De doelman met zijn vuisten er tegen. Bal nog niet weg. Bal nog een keer in. Hensbal. Nee, geen hensbal. Blijft de bal hangen. Stijn van Ark naar Van de Koot. Van de Koot. Balletje binnendoor. Ja, die komt niet lekker aan. En dan moet de doelman de bal wegwerken. Nu de bal op Van Ark. Geen buitenspel. Van Aardek, ja, de kap naar binnen, maar er wordt de bal weggespeeld. Balletje Jesse Schuin.
Nou, die staat buitenspel. Mannetje in zijn rug. Hij krijgt hem bij Buter. Buter dan de bal door aan de rechterkant bij Driehuis. Driehuis naar Buter. Buter stuurt dan Driehuis weg. Alleen die bal is te hard. Blijft de bal even hangen. Bouwman. Yes, schuin. Met 1-0. Nee, Ten Burg. Ook niet. Ja. Ook geen hensbal. Maar hier wat rechts zou kunnen. Goed gezien van hier wat op Kasmi. Kasmi nu met Eijnsbergen voor hem. Kasmi, wat kan hij? Balletje naar Terburg. Terburg, bal door de midden. Schuin, Driehuis. Ja, doe dan wat met die bal, Driehuis. Er ook even tussen. Toch Zuidvogels nu even in balbezit. Terburg jaagt door op Koelewijn. En dat is goed. Maar dan heeft de scheidsrechter een duwfout gezien. En fluit Terburg terug. Al makkelijk overnemen. En via Terburg komt de bal bij wie gaat weg. Schuin zegt, kom maar hierheen met de bal. Nou, daar gaat de bal ook heen. Maar kan Schuin erbij komen? Ja, die kan er nog bij komen ook. De voorzet komt wel. Maar ja, die gaat over de achterlijn heen. Joshua Driehuis krijgt hulp van der Koot aan de linkerkant. Nu door naar Van der Koot. Van der Koot met de voorzet. Schuin kan er niet bij. Wordt de bal half weggekopt in de verdediging. Kan Kasmi overnemen. Kasmi dan naar Hierwat. Hierwat nog een keer. Ja, die bal komt terecht in de handen van Versteeg. En dan zet de scheidsrechter. Ik vind het leuk geweest voor de eerste helft. En zo eindigt deze eerste helft tussen SSC Put en Zuidvogels met 0-0. En de tweede helft is begonnen. Tussen SSC Put en Zuidvogels met die tussenstand van 0-0. Kasmi weer naar Bouwman toe. Bouwman naar Giovanni. Maar ik zit even een speler tussen van Zuidvogels. Maar is het weer Kasmi die snel de bal in de zit heeft. Bouwman naar Jesse Schuin. Schuin, mannetje in de rug. Moet even naar Kasmi aan de zijkant. Kasmi even naar Giovanni hier wat. Zou naar Buter kunnen. Doet dat ook. Buter nu kijken. Balletje even door het midden heen naar Wieringa. Wieringa, balletje door. Maar die is onzuiver, is niet goed. Bouwman aan de wandel met de bal. Nu komt de bal dan naar voren. Weer is Schuin. Schuin naar Buter. Kasmi. Terburg, geen buitenspel in ieder geval. En dan toch weer Zuidvogels in balbezit. Bijlenheim mag SDC Putten de inworp gaan nemen. Van der Koot komt zich daarvoor melden. Ingenomen, Jesse Schuin. Tussen 1-2 man in. Nou, met een gelukje blijft Putten in balbezit. Terburg die de bal nu naar de rechterkant speelt. Maar Kasmi ligt nog heel veel ruimte hoor. Nu de bal door naar Hierwat. Krijgt een licht duwtje in de rug van bij Stijn van Ark. Van Ark de bal door aan de linkerkant van het veld bij Van der Koot. Van der Koot schiet de bal er maar weer in. Bouwman is nog voorin. Ja, krijgt de bal op zijn hoofd. Maar komt de bal in de handen terecht van de doelman Versteeg. Maar het komt terecht in de verdediging. Kan Koelewijn de bal verder naar voren werken. De SSC blijft dan toch jagen. Toch de balbezit even voor Zuidvogels. Maar dan toch het balverlies. Nu SSC weer in balbezit. Rechts heel veel ruimte bij Kasmi. Goed gezien door Driehuis. Kasmi door het midden. 1-2'tje. Komt er een goede voorzet. Komt de voorzet. Ja hoor! Daar is hij weer. Jesse Schuin. Met de 1-0. 57e minuut van de wedstrijd. Maar weer een goede aanval. Nu Kasmi met de voorzet. En ja hoor, Jesse Schuin. Hoe kan het anders? Net als verleden week. Scoort dan de 1-0. Vrije trappen voor Zuidvogels. Veel mensen mee naar voren toe. Oh, die bal lijkt me veel te hard. Nou, wordt nog wel ingekopt. Eijnsberg geen naar. Nu van Waveren, bal doorgespeeld. Daar komt de gelijkmaker. Ja hoor, daar komt de gelijkmaker. En wordt het 1-1. En even kijken wie de doelpuntenmaker is. Ja, die bal komt ook niet aan. Nu weer Zuidvogels, bal diep gespeeld door Schimmel. Maar kort. Komt de bal voor, wordt eruit gehaald en dan is het een hoekschop. En nu de hoekschop van de Zuidvogels komt de bal erin. Nou, die gaat over het doel heen. En ik zie ook dat Schimmel, Brian Schimmel, naar de zijkant gaat. Nou, Schimmel eruit en de doelpuntenmaker eruit. Een aantal meters moet Kasmi weer een aantal meters terug naar de hoekschop vlak toe. Nou, daar mag je dan de bal gaan nemen. Gedaan. Dan de bal krijgt SSC niet makkelijk weg.
is het Quincy van Waveren weer in de balbezit. Waveren met de bal door de midden. Nou, Kamp zou kunnen schieten, doet dat niet. Speelt de bal naar de rechterkant van het veld. Daar is juist ingevallen Akiat. Akiat met de bal erin. En dan... Nou, komt de vrije trap. Nou, wat scheelt het? Niet veel. En is, de voetbal weet ik niet 100% zeker. Ik denk het haast van wel. Goed, vrije trap. Die staat hem in ieder geval. Komt de bal 16 meter. Nu nou gaat in één keer in het doel. Nou, redding van de doelman. Wordt onderschept in ieder geval door Wieringa. Wieringa meteen de bal naar de rechterkant. Nou, hier wat. Die staat buitenspel. Weg bij Buter. Buter. Bal diep. Ja, kan hij nog gaan. Nee, dat gaat hem niet worden voor Terberg, denk ik. Die, nou, die haalt hem nog wel binnen. Maar ja, dan kan Tat overnemen. En dan is het Terburg die een overtreding maakt op Tat. Tegenstander. Door het midden zit Terburg ertussen. Ja, het buitenspel van Hiewat, dat kan hij missen. En dan gaat de vlag ook terecht in de lucht. In een vrije trap gaan nemen. Ja, zo gebeurt er genoeg in de slot van deze wedstrijd. Nou, zit er nog een beleving in de laatste seconde van de wedstrijd. 7 minuten blessuretijd, die hebben we al gehad. Gaan de 8e minuut van de blessuretijd onderhand in, denk ik zo ongeveer. Nou, hier wat gaat achter de bal staan. Heb wel eens een kunstje laten zien hoor, lekkere jongen. Nou, komt de bal een 16 meter gebied in, kan nog kop worden. Ja, Bouwman, nee, dan de doelman in tweede instantie in die hectische slotfase. Bouwman naar Hiewat naar Terburg. Terburg moet hem een 16 meter gebied in proberen te krijgen. Dat probeert hij wel. Wordt de bal weggespeeld. Buten zit er dan ook nog even tussen. Dan nog een keer. Nu met Haarman. Haarman, ja, de bal te ver voor zijn voeten. Met een gelukje komt hij bij Bouwman. Maar dan zet de scheidsrechter. Het hoeft niet meer. En eindigt dit spektakel in een 1 tegen 1. We gaan napraten over de wedstrijd. SSC Putten, Zuidvogels. Helaas is de trainer van Zuidvogels er niet bij, want de bus ging weg. En Jesse is daarom niet bij, maar Mark in ieder geval wel. Mark, ben jij tevreden met het punt? Ja, ik denk het wel. Als je kansverhouding ziet en als je ziet dat we gewoon het grootste gedeelte van de wedstrijd, vooral voetballend, niet goed genoeg waren, dan denk ik dat we tevreden moeten zijn. Je zegt voetballen niet goed genoeg. De passing bedoel je daarin, hè? Ja, want een kwartier voor rust en een kwartier na rust lukt het ons steeds om de vrije man te vinden. En dan moet Zuidvogels een aantal keren achter ons aan. En het gevolg was eigenlijk iedere keer dat we richting doel wat gevaar hadden. Nog niet enorme kansen, maar wel gevaar. Als de goal die we maken, hè, een voorzet op Jesse. Maar daarna gingen we al te snel in het overleven. En ja, ik denk dat we net met de goal proberen om hem wel weer even uit te spelen. Dat we hem lang spelen en dat we toch even iets openstaan. En dat zij heel snel in de omschakeling dan de 1-1 maken. Ja, en de laatste fase is een beetje gekkenhuis volgens mij. De laatste 20 minuten denk ik. Er gebeurt van alles. Van slimmigheidjes tot aan randgevalletjes tot aan... ballen die de 16 in gepompt worden en waar wat uit ontstaat en veel omschakelmomenten. Maar inderdaad weinig goed voetbal meer. Laat ik eens even terug naar het begin gaan. Begin van de wedstrijd. Kom je in één keer heel goed weg als Wieringa die bal verliest daar ook. Ja, ja. We maakten wat andere keuzes in de beginfase aan de bal dan dat we de afgelopen weken deden. Omdat we niet weer een snelle tegenkans hebben. Maar goed, als je dan een persoonlijke fout maakt, dan alsnog krijg je zo'n grote kans tegen. Gelukkig was Tot meteen scherp en Daan die gaf ook nog wel wat weerstand volgens mij daarna. En ging die er niet in. Nee, dan krabbelt die wedstrijd door en door en door. Dan kom je in de rust. Wat zeg je dan tegen jongens? Probeer het gewoon goed vast te houden wat we van tevoren afgesproken hebben? Nou, vooral wat we het laatste kwartier hadden gedaan. Op druk zetten vonden wij dat hun linksback toch wel kwaliteit had in zijn paas. Nu ik het weer zag, wist ik het van de andere wedstrijd. Maar de informatie die we hadden was dat een rechtsbenige speler zou zijn. Ik heb geen idee of dat zo is. Dus dat zouden we nog even kunnen checken of hij de vorige wedstrijd zo speelde. Maar dit was een linksbenige jongen die hartstikke goed kon pasen. En eigenlijk wilden we die aan de bal laten. En dat deed hij prima. En daardoor kwamen we niet goed. Konden we geen goede druk geven. En dat hebben we aangepast. Eigenlijk probeerden we dat snel aan te passen. Maar na een half uur lukte dat. En toen hadden we daar denk ik heel veel controle. En kwamen we ook veel beter aan het voetballen toe. Ja, de tweede helft kom je dan op een 1-0 voorsprong. Een mooie aanval. Bal aan de rechterkant bij Kasmi. Die trekt hem netjes voor. En ja, net als verleden week, Jesse Schuin met een mooie kopbal. De 1-0.
Ja, volgens mij een goede goal. Ook de voorbereiding was goed. Hoe we daar terechtkomen was goed. En een mooie kopbal van Jesse. Dus een lekker moment. En wel een goal die je graag ziet als trainer. Ja, en dan kun je het helaas niet over de streep trekken. Want dan komt er weer zo'n steekbal. En die wordt er dan door Zuidvogels goed ingeschoten. Ja, dan geef je het toch weer net weer even weg, hè? Ja, ja. Tuurlijk, als je voorstaat en je krijgt hem om de oren, geef je het weg. Dat moet balen zijn dan, of niet? Ja, zeker. Nou ja, we gingen te vroeg in de overlevingsstand. En dan weet je dat er momentjes gaan komen. Alleen, we wilden het daarna weer terugbrengen naar voetbal. En als je wil voetballen, moet je groot staan. En ja, ook daar maakten we een foutje, denk ik, in de paas die we speelden. En dat konden we niet op tijd dichtlopen. Nou is die nummer 18... gewoon een hele goede speler. Dat hebben we de hele wedstrijd gezien. Met veel snelheid, veel individuele kwaliteit. En hij maakte hem prima af. En dan krijgen we een hele hectische slotfase. Waarvan ik vind, ik heb er geen verstand voor voetballen. Maar waar de scheidsrechter een grote rol in speelt. Ja, dat weet ik niet. Je mag geen mening vertellen hoor, gewoon heel eerlijk. Ja, maar ik weet niet of die scheidsrechter daar een rol in speelt. Waarom? Het is hectisch. En Zuidvogels gebruikt slimmigheidjes. Hè? De aanvoerder haalt 3 omschakelmomenten eruit door te gaan liggen. En naar zijn hoofd te voelen. En misschien is het zo. Dat weet ik niet. Ik sta er ver vanaf. Hij rende wel snel weg hoor. Daarna rende hij snel weg. Dus ja, goed, met voetballers zie ik dat wel vaker. Dat er een soort van wonderwater overheen gaat en dat het dan lukt. Maar die haalt dan een 1-1 situatie eruit. En hij is een centrale verdediger. Als hij weg is en we komen 1-1 zonder een centrale verdediger, dan heb je gewoon een kans. Dus dat doet hij hartstikke slim. En ik kan niet goed beoordelen. Op dat moment voel ik ook dat de scheidsrechter hem door zou kunnen laten gaan. Maar ik kan niet goed beoordelen hoe hij het ziet. En als je naar je hoofd grijpt, ja, dat is volgens mij de regel. Dan moet je als scheidsrechter ingrijpen. Dus ja, dat gebeurt. En of die dan, of Zuidvogels dan de scheidsrechter goed in de maling heeft genomen, of dat de scheidsrechter, ja, geen idee. Het feit is dat het gebeurde. En daardoor wordt het hectisch. Inderdaad. Ja, het kon alle kanten op eigenlijk. Zuidvogels kregen een aantal mogelijkheden. Jullie kregen een aantal mogelijkheden. Ik denk een 1-1, en daar zal Jesse ook tevreden mee zijn, denk ik, dat het een juiste uitslag is. Ja, dat denk ik ook. Als ik kijk naar de totale wedstrijd, en dat zei ik net ook tegen je, door de hectiek moet je nu eerst even alles laten landen. En even, oké, welke kansen waren er ook alweer en welke momenten waren er ook alweer. Dan denk ik op dit moment zeker dat het een terechte uitslag is. En daarmee staan we met 5 wedstrijden op 10 punten. Ik heb me wel eens laten vertellen, als je 2 punten per wedstrijd haalt, doe je tot laatst mee om het kampioenschap. Dus daar staan we nu goed. Als we zien hoe we als groep erop staan, hoe weinig goals we tegenkrijgen en dat we altijd wel ons goaltje maken, dan denk ik dat er in de basis al veel voor elkaar is. En dat er ook nog veel ruimte is om te groeien. Als die jongens weer terugkomen, als concurrentie weer groeit, als kwaliteiten weer groeien en als we weer ons helemaal fit en fris gaan voelen. Nou ja, dan moeten we in ieder geval dit vasthouden en vanuit daar doorgroeien. Dus voor nu, na vandaag, denk ik een terechte 1-1. En voor nu iets om weer mee verder te gaan. Oké, helaas. Jesse Donkers was er niet. Ik wens je succes, Jesse. En jij, Mark, ook succes. En we gaan het verder verloop zien. Goed, dames en heren, jongens, meisjes. Dit was het voor deze keer. Graag tot volgende keer.